Want als jij hem afleidt, dan ga ik de toren inspecteren. Over de... Jezus! Ah, Jezus! Nog, Ik heb mijn sneeuwscooter het water ingejankt. Ze dachten, ja, misschien is het toch een beetje... Ah! Ban! Een spin! Dit is Half-Life! Map hem van me af! Link! Plannen voor de weekend. Ik zou misschien een verjaardag hebben en anders is het gewoon werk. Yo, ik ben jarig hè, dit weekend. Welke dag ben jij ook weer jarig? Waarom heb ik jou niet op mijn agenda staan? Zondag. Ja, nee, maar dat is niet eerlijk, want dan is mijn vader ook jarig. Nee, oké, nee, dat snap ik. Nee, je hebt gelijk. Nee, dat kan ik niet maken. Nee, dat is dat. Maar ik zet hem er wel even in, gewoon... Dan weet ik dat. Maar dan vind ik wel lief dat ik op agenda official ben bij je. Ja, hoe lang kennen we elkaar al? Ja, maar volgens mij wist ik het ook wel, maar had ik het gewoon nooit neergezet. Ik denk dat het meer zo'n gevalletje was. Wat heerlijk, wat heerlijk. Was dit het joch wat we hadden gevangen? Ja. De neushoornaai. De neushoorntie. Oh, fuck. Nou hadden we waarschijnlijk die nieuwe coördinaten hadden we ingevuld, maar dat was dan weer tering ver weg. Ja, het is 12 naar 1300 meter. Nee. Moet naar die blauwe toe. 2000. Dat maakt het totaal niet beter. Ah, dat kan gebeuren, joh. Laten we ook even het anker anders even omhoog halen. Dan gaan wij hem nu vooruit. Dat is wel een idee, ja. Hoe lang deden we dit ook alweer? Het is, zeg maar, de gaten die we ertussen hebben zijn dusdanig lang. Ja. Dat we elke keer zo zitten van... Ja, nu gaan we te ver. Wat zijn we ben je aan het doen, Don? Ik doe niks. Dat is het hele ding. Ding draait, gast. Ja, ga links. Iets minder links. Ja, iets meer... God... Links. Ja. Ik kan toch niet meer? Nee, zit er vast. Nee, je moet het stuur. Oh ja, we hebben een stuur. Ik was het helemaal vergeten. Dat zeil doet toch niks? Ik was het stuur vergeten. Oké, rechtdoor. Ja, wacht, er staat een volledige gebouw voor. Nee. Er staat een gebouw voor ons neus. Niet zo zeuren, joh. Gaat toch helemaal goed, joh. Ah, jij, captain. Nee, kut. We gaan er vanaf. Andere kant op. Ja. Wat wil je nou? De andere kant op. Ja, nee. Dat scherm zit verkeerd ersom. Ja, dus we gingen gewoon goed bij het begin. We gingen eigenlijk wel goed. Laten we jou ook met de kaart lezen. Ik ben benieuwd wat we nu allemaal een petten gaan hebben. Aangezien we ineens een bossfight hadden met zo'n neushoornhaai. De bossfight was wel even naar, hoor. Eiland, verderop, eiland. Hebben we nog iets van een hengel of zo? Nee. We gaan echt zonder eten komen te zitten. Ja, we gaan dood. Bruce, flikker op. Oh my ik ga zo goed op jouw sanity. Ik kan titanium vinden op een eiland met een metaaldetector. Ik heb het gegoogeld voor je. We hebben ook een metaaldetector. Die hadden we. Meerdere. Oh. Nee, we hebben er letterlijk nog 2, zie ik hier. Nou, top. Dan moeten die... Oh, ook nog een haak. Ik heb echt letterlijk net een nieuwe haak gemaakt. Oké, top. Don, heb jij het ook koud? Ja, ik heb het koud. Broekoekoe. We gaan een fucking ijszone in. En ik zie echt in de verte... Ja? Nee, het lijkt zo'n beam van Minecraft. Beam! Ja, die beam. Zo'n straal, ja? Ja. Oké. Maar waar je zeg maar dingen uit krijgt. Nee, Don, ik ga je vertellen. We doen mee met de nieuwe Mr. Beast Challenge. We gaan 48 uur overleven op Antarctica. Ik heb het je niet van tevoren verteld, maar je kan €10.000 winnen. Ziek! Heb ik echt altijd al willen. Nee, waarom is alles wat jij zegt ineens ondertiteld? Ja. Met elke keer 1 woord in plaats van volledige zinnen. Ja, heerlijk dit. Want laten we het een complete nachtmerrie maken voor editors. Ik denk dat we hier doorheen moeten, hier zo links. Oeh, dat zou kunnen. Kunnen we niet ook gewoon op het ijs? Ah, ik heb geen schoenen aan, denk ik. 525 meter, dus het is waar die ene straal is. Daar moeten we zijn. Ja. Wat kerncentraal lijkt wel, joh. Oeh, Chernobyl. Ziek. Ik overleefde 48 uur in Chernobyl, 20 jaar later. Ik heb de grote K. Oh no. Dat is wat de radioactieve shit met je doet. Ga nou iets meer naar links. Je bot zegt het ijs. Nee, kan wel. Ik kan niet wachten op die Mr. Beast video. Ik word heel ziek. Ik ga het abonneren, denk ik. Elke sub blijft een uur langer. Nieuwe subathon idee. Ik voel hem wel. Zo, ja. Wat nou als Mr. Beast een subathon doet? Die camera gaat nooit uit. Het wordt gewoon een Big Brother. Links van ons zie ik een paar bomen. Dus ik denk dat we hier moeten parkeren en... Daar even heen moeten lopen? Lopen, ja. Koud! Mijn voeten! Jij zwemt ook gewoon op het land, soort van. Ja, jij flappert ook. Oh, we moeten aan de linkerkant. Dan hebben we een torentje. Ja, maar rechts hebben we ook een torentje. Dus het is waarschijnlijk weer zo meerdere beacons activeren op een of andere manier. Waarschijnlijk wel. Dus de rechter is dichterbij. Oh, dat zijn best wel veel torens. Misschien leiden de torens zich wel naar Rome. Huh? Oeh! Pas op. We hebben geen pijl omhoog of zo, hè? Nee, alright, Don. Ik heb een idee. Ja. Want als jij hem afleidt, dan ga ik de toren inspecteren. Doe het! Ik ga. Ik kan pick-up electric cable doen, dat is het enige wat ik kan. Doe het! Oh, we moeten alle torens met elkaar verbinden. Nee. Ik heb het gedaan. Ik heb electric cables. Oh, op die manier. Oké. Ja, ben je klaar? Nee. Oh, dat je helemaal I'm juking him. Ik zie het, ja. Oké, nou, als jij hem bezighoudt, dan ga ik wel eventjes naar die andere toren. Ja, ik hou hem wel bezig. Ik heb de tactiek ervoor. Ik zie het, ja. Nou, veel plezier. Dank u. De Bear Whisperer. Ik ben een gamer, Chad. Ik ben een gamer. Ik snap hoe de AI werkt. Wat? AI maakt een kunstwerk van je gezicht? Nee joh, laat hem maar gewoon even om een hoekje lopen oneindig, want hij kan nooit bij je komen. Wat een domme beer. Als je van beren leren kan. Van slimme beren leren kan. Dan weet je dat je gewoon naar beneden springen moet. Ik zie ook nog een ander hutje hier. Oeh, een hele village. Kon ik daar nou maar bij zijn? Nou ja, als jij hem even afleidt, mag je ook hierheen komen. Ja, daar ben ik mee bezig. Oké, nou. Gaan we eens even lekker bezig zijn. Ik ben aan de ene kant wel geneigd om een boog te maken. Ja, snap ik. Want dan moet ik naar de boot toe lopen en dan komt hij gewoon grandioos achter me aan. Don, ik ga je helpen. Ik ga richting de boot. Kans bestaat dat hij nu de un-aggroot van mij en dat hij achter jou aan gaat. Nee, denk ik niet. What the fuck is dit? Oh ja, hij heeft me ge-un-aggroot. Hij is weer op vrije voeten. Ik ben terug bij de boot. Ja, ik heb nu 38 pijlen, dus daar zit ik wel even goed mee. Yeah. Oh, what the fuck? Hey, doe je? Was je hier zo snel. Oh. Zie? Ik dacht, ik zeg niks. Wacht gewoon op je reactie. Let's go, Don. Woe! Oh, mijn hemel. Dit maakt het wel even een stuk makkelijker. Ja, toch? Ik kwam hem toevallig tegen. Ik dacht, nou, ik neem hem even mee. Zit er ook, zeg maar, een gelimiteerd aantal brandstoffen in? Oh, dit is het dorp. Ja, dit is het dorp. Welkom in het dorp. Nou, we zijn er. Nee, ik heb geen idee. Er staat metertjes een beetje leeg. Dragon Cable. Ja, dat is... Oh! Oh! Waarheen? Ja, maar hij moet zeg maar verbonden worden aan iets. We moeten even kijken waarnaar. Inderdaad. Aha. Stop. Connected. Start Dragon Cable. Vanaf hier. Oh. Moeten we... Anders moeten we meer kabels halen. Boven. Oeh. Waarom had jij dit niet uitgevonden? Ik kwam ik ging meteen toen de sneeuwscooter naar jou toe gaat. Oh, waar is de Pokémon meester? Oké, nou, dan hebben we in ieder geval deze gehad. Dan kunnen we connecten naar de volgende. Ik denk dat we op die manier elke globe zo open kunnen krijgen. Ik denk het wel, ja. Zal hier vast dan wel ergens een of andere secret zitten. Oh? Ja, een token. Dat bedoel ik. Aha! Oh, en nu hebben we weer electric cables nodig. Dat zeg maar bij die palen, zeg maar, waar die ijsbeer zat. Daar kan ze uit krijgen. Degene die niet, zeg maar... Degene die uit zijn, die heb ik al van gehaald. Ja. En degene die nog licht geven, daar kunnen ze nog vandaan halen. Dus daar moeten we even heen. Cool. Is het niet mogelijk om gewoon die kabels op een andere manier te verbinden? Nee. Je moet die dingen halen. Had je al zoveel gehaald dan? Ja, je krijgt er 2 per dingen. Ik heb je nodig, Don. Oh, tuurlijk. Ah! Godverdomme, Don! God! Ja, ik kom al. Don, ik ga dood! Ja, ik kom al. Uh-oh. Je gaat helemaal niet dood. Je zoeft met 100 kilometer per uur. Hij heeft me omgegooid. Oké, hij gaat niet echt bepaald snel dood. Oh shit. Ik viel van de berg. Hij is dood, hij is dood. Oh, lekker. Geef me arrows terug. Ken je nog andere dingen van hem? Leer, raw meat, leer en arrows. Weet je waarom je leer krijgt? Omdat je van beren leren kan. Ah! Er ligt hier nog een sneeuwscooter. Ja, dan moet je bij die paal een klein stukje verder lopen en dan zit een hokje en dan kan je er eentje krijgen. Zoom! Ik heb weer 2, dus je kan 4 dingen connecten. Over de... Jezus! Ah! Jezus! Ja? Ik ben bijna, zeg maar, in een ravijn gevallen. Ik zit net op het randje, dus ik ben nog niet dood. Maar ik kom hier niet meer uit, denk ik. Oh, dat is top. Maar ik kom hier weg omdat die beer voor me zit. Oh, ik raakte hem. Wacht, ik kan doodmaken. Ja, maar ik zit in een soort dokterspost, dus ik zit echt allerlei healing salves op te pikken. Dus ik wil ze echt allemaal even exact hebben. Ja, nee, doe je niet. Ah! Ja, ben je eruit gekomen of niet? Oh mijn god, ik kom er gewoon uit. Oh, ja. Dan blijf ik hier. Blijf daar maar. Doors unlocked from the other side. Ik denk dat we hier uiteindelijk wel moeten zijn. En dan naar beneden moeten gaan. Alleen ik heb hem gewoon compleet gedodged. En dat is echt perfect. Ik wacht op jou, zodat we gezamenlijk het hoofdgebouw in kunnen gaan. Wat zie je? Hoofdgebouw. We hebben hier items. Items. Nog meer. Oh, items. Supplies. We kunnen supplies kopen. Hoeveel vending coins hebben we? 14. Dat is best nice. Kan je allemaal kopen. Een bord. Ik weet niet exact wat het is. Ja, het is allemaal decoratie, lijkt het wel. Yeah. Ja. Ja. Ja, ik ben niet zo'n decoratieman eigenlijk. Nee, ik heb hem ook verrotten. Oh, okay. Blueprint. Oh, nice. Voor Advanced Biofuel Refiner. Alright. Nice. Ik heb het gevoel dat dit het is. Ik denk het ook. Ik denk dat we... Het is heel leuk dat we het dorpje hebben gevonden en dat we hem open hebben kunnen krijgen. Maar ik denk dat we naar die Noorderlicht bieden. Ik denk dat je eerst met mij mee moet komen. Naar mijn plekje. Ik rij achter je aan. Welkom. Genoeg. Hier viel ik dus in. Ja. Zie je die beer daar beneden? Ja. Nou, zeg maar, ik liep dus hier. Ik zat hier zo vast. Oh. En toen kon ik die beer zo doodmaken vanaf zo. Moeten we ook naar beneden of moeten we naar dit gebouw? Ja, het gebouw is dicht van de andere kant. Oh. Dus ik ben naar beneden gesprongen. Oké. Okay. Is dit niet... Breek ik mijn benen dan niet? Nee, zo lang niet praat. We gaan lekker het koude water in. Oh, nee, anglerfishes. Schiet ze. Ja, ik heb er geen pijl en boog, gast. Oh, mijn ding is kapot. Moeten we op onze adem letten ook, hè? Ja, daarom moeten we ook eigenlijk doorzwemmen. Ja, snel, snel, snel. We hebben hem. Laat die gozer maar met rust, denk ik dan. Oké. Okay. Lekker, lekker. Oei. En dan hebben we hier een ladder. Een lat R. En een coin, daar kijk je ook gewoon overheen. Ja, maar die laat ik voor jou, joh. Ja, maar die coin, man. Dat is wel fijn, ja. Hé, nog een noot. Dat is een tekening. Oh, kijk, hier. De deur is open nu. Ik heb er nu nog één. Oh ja. Nou, moeten we nog eentje. Ja. Maar ik heb nu de 4 opgepakt. Kijk eens aan. We moeten sterren gaan kijken of zo. Oké. Okay, en dan dus krijgen we waarschijnlijk een code. De haai. Hier is de speer is 2. De meeuw. Meeuw. Hé, ik heb Henry gevonden. Een haak is 8. Henry. Tekening nummer 1 is ook binnen. Kijken wat we daar precies mee moeten doen. Maar, er staat hier op de speer staat een 2. Ja. En op de anker staat een 8. Ja. Die heb je nu letterlijk voor je. Ja, nee, die beneden staat dat, ja. Ja, en die staat hier op 8. Ja. Dus dat is een code voor dit ding. Ja. Ja. Alleen in welke volgorde het moet, ik heb geen idee. Ja, maar we hebben dan een 8 hebben we, en dan een 2. Ja, en dat is het. In welke volgorde het moet. Dus we hebben het anker. En we hebben ook nog een haai. Wacht. Ik weet het. Dat is de code. Dus nee. Ja, hoeveel sterren? Dat getal is het. Kijk, speer heeft 2 sterren in zich. Dat is een 2. En het anker heeft 8 sterren. Dat is een 8. Ja, dus we moeten nu van de temperance. Dat is de code voor onze. Daar moeten we de dinges van vinden. Dat is hem. Meeuw. Een meeuw hebben we niet nodig. Niet? Nee, we hebben de vogel nodig. Oh, die meeuw die stond hierboven. Ja, okay. Dat? Ja, dat is de vogel. Dat is de vogel. 1, 2, 3, 4, 5. Eerste getal is dus 5. Haak. 3, 4, 5, 6. 6. Dus het derde getal is 6. Dat is het vlot. Dat is 4. 4 is het laatste. Dus de laatste is 4, chat. 5 sterretje, 6, 4. Dat is dit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus dat is 9. 6, 4. Boom! Wow! Een Celine key. Zijn we toch goed bezig, joh. Maar dan lijkt me inderdaad dat we die key voor iets nodig hebben. Alleen we moeten achterkomen op wat. Ja, ik denk misschien voor de eerstvolgende plek of zo. Ja. Het is radioactief hier. Ah! Ik heb wel een lekker tosti. Ik hou van tosti. Ah! Ik dacht dat jij... Nee, ik ben niet bij jou in de buurt. Hij stond voor mijn neus. Ik dacht, hé, kom je enthousiast naar me toe lopen, Don? Nee, dat was ik niet. Nog, Ik heb mijn sneeuwscooter het water ingejankt. Je hebt een achievement, that's not a boat. Nee, indeed, not a boat. Ik ga bij jou achterop. Dat vind ik gezellig ook. En gezellig, let's go. Nou, we gaan Let's do this! Vroeger toen je zeg maar wel eens van een sport deed op een sportveldje met wat vrienden en zei je toch altijd ja, ik ben Ronaldo, ik ben Messi, om zeg maar in te beelden. Zullen kinderen hedendaagse dat ook doen? Ik ben Kwebbelkop, ik ben DutchTuber. Ik hoop dat mensen... Je hebt trouwens een nieuwe scooter. Dat mensen wel willen dat ze DutchTuber zijn, ja. Dat zou ik echt sick vinden. Oeh, something has broken. We hebben een blowtorch nodig. Oh. Dat is iets wat wij niet hebben. Oh, okay. Blueprint. Bruh. Hey! Tom, je hebt een blowtorch! Hij stond er blijkbaar gewoon. Hij stond er gewoon. Ik wou dat er een knop was voor third person. Ik wil af en toe mijn eigen karakter gewoon even zien. Dat kan toch niet? Oh, er is een toggle third person. Wat? Komma. Komma? Godverdomme! Yeah, baby. Wat goed. Look at me. Ik heb een ijsbeer. Als je van beren leren kan. Let's do this! Lekker man. Er een extra speekseltje er ook bij. Oh, heerlijk. Heel microfoon zit onder en mijn beeldscherm. Kijk eens aan. Je hebt hem gekocht! Yes! Ja, familie. Gewoon nog in de familie. Exact degene die ik niet wilde. Gebruik eens even die blowtorch, anders. Wow, zonder handen. Wauw, je bent echt een magier. Nu zegt hij, ja, gebruik een key. Oh, hé, hey, dat is de key die we hebben. Nah, meant to be. Oh. Nou. Oh, dit is ook de Celine Research Facility. Dat hadden we misschien moeten lezen. Nee, was geblurred. Nee. Oh ja, was geblurred. Zagen we niet. Oh, er is een error op het scherm, Link. Oh nee. Dat wist ik niet. En daardoor zijn al die dingen radioactief. No way. Insert control rods. Oké, dus Celine is zelf, waar we nu zijn, naar de knoppen. Wat? Ja, we gaan gewoon dikke, vette Half-Life shit doen. Let's go! Oh, jij gaat daarheen? Ja. Fuck it. Ze zijn er oneindig, dus ik ga wel achter je aan. Ja, maar ze werken maar voor een bepaalde tijd. Onbepaalde tijd. 2. Ik kijk hier rechts wel even. Ja. Ik zie CL staan hier. CL? Ja, ik moet een code hebben. 11 en A. Ja, ik moet 2 cijfers hebben. Oh, hier. PT. Nee, ik moet weten wat CL is. Of CI. Oh, CI. Ja, CI. Oh, dan moeten we op die posters kijken. Ja, wat is CI? En die zullen ongetwijfeld hier niet zijn. CL. Je hebt wel een C en L hier. Dat gaan we invullen. Ja, doe dat dan inderdaad, anders maar. Dat is gewoon goed. Voor 40 seconden. 40 seconden. Wat gaat er open? Dicht open. Oh, wacht, er is er hier nog één. Kut, we moeten er gelijk eentje achteraan doen. RB, rechts achterin. Oh. Ik weet waar die is. 37. Doe hem. Link! Ik ben er niet. 3, 7. Groen. Hij zegt groen. Godverdomme. CL is chloor. Nee, jij bent goor. Oké, let's go. Ja, er is er nog eentje. PM was het, geloof ik. Dat is 61. 3 maal groen. Hebben we volgens mij. Oh, hier, ding is open hier. Ja, hier, de achterdeur, go. Go. Oh, hier is het niet radioactief. Oh. Dat is wel fijn. Oh. Kijk, wat is hier? Dicht. Een rocket launcher. Oh nee, een control rod. Saai. Deze game is gewoon helemaal veranderd in fucking Half-Life. Ze dachten, ja, misschien is het een beetje... Ah! Een spin! Dit is Half-Life! Map hem van me af! Link! Hij is dood. Er komt er nog één! Link! Wat is er nou? Ik voel me niet goed. Ja, gaat goed. Komt er misschien nog één. Oh ja, nee. De poort is bijna open rechts. Bijna. Ja, hij is open. Hij is open. Oh mijn god. Moeten we iets reflecteren? Hold to rotate smoothly. Oh, huh? Oh. Beam. Het is een spiegel. Ja, waar moet hij heen? Ah! Diep! Niet op jezelf. Schok. Doe het op deze spiegel, die, waar ik nu onder sta. Kan je hem daar naartoe... Ja. Ja. Iets meer. Hij moet op een control panel. Ja, gaat goed. Hij brandt. Yeah, baby. Oeh, dan moeten we zeker weer hetzelfde doen. Oh, laser, ja. Waar moet hij heen? Naar een spiegel. Au. Ja. Pas op. Weer hier. Hij moet hierheen. Hij moet naar deze toe. Zering. Zo. Ja, en dan moet jij dat ding, die moet je draaien. Zo. Too much. Ja, bijna. Iets terug. Ja, hij moet tegen deze aan kaatsen. Dan staat hij echt bijna tegenaan. Ja. Hier, klein beetje terug. Ja, oké, die kaats daar tegenaan. Die moet dan weer tegen die laatste spiegel. Ja, hij gaat branden. Let's go! Puzzling good. And we back. Control room. Een rot. Ik stop hem erin. Nog een rot. En nog een rot. En nog een rot. Rot erop. En dan kunnen we waarschijnlijk de hendel overhalen. Oh. Dat klonk alsnog niet heel jovel. Control rods stuk. Manual insertion required. Scheid. Oh, wat bedoel je? Ik heb de werkte key. Oh. Maar lacht wel. Ja, dit is gewoon echt Half-Life. Je hebt gewoon een pijl in mij geschoten ook gewoon, hond. Ja, maar het werkte wel. Ja, ja. Auw. Kan je wel zeggen, ze zijn echt 20 keer zwakker dan die klote ratten. Ja, dat is auw. Dat is wel fijn inderdaad. Hoe dachten ze ooit, zeg maar, bij Raft? Van, goh, laten we kevers toevoegen. Oh, in je rug, in je rug. Boep. Ah. Zijn er veel. Hij dood. Ja, ze hebben geleerd om te verdedigen. Oh, je hebt meer van de dingen die je moet opdraaien. Ah. Ik ben het aan het doen, halverwege. 3/4. Oké. Oké, eentje compleet. Ja, die andere is ook compleet. Maar nog een derde, denk ik dan. Ja. Ik probeer een paar van die beesten dood te maken dan. Ja. Yeah. Oh, mijn wapen is kapot. Kut. Oké. Ik ben het aan het doen. Ah, ja. Zit er één op je? Ja, ik denk wel, joh. Klaar. Ja, nee, dan kan je... Oh, nice. Door de poort! De poort! Maar die beesten zijn ook gewoon dood ineens. Ze kunnen niet leven zonder radioactiviteit. Sure. Nou, gaat vlees. Het is zuur voor hun. Oh, hallo. Het is koud. Don. Koud in de tijd. Kijk wat er is. Dat? Utopia. Die noot. Kijk even naar die noot. Zo. Was op zich ook wel te verwachten. Zo. Oh, je hebt hem erop geparkeerd. Very nice. Ik dacht, we nemen hem nu ook mee op. Haba. Hoppakee. We hebben er twee. Meenemen die op. En op naar Utopia!